De extreme lage waterdruk waarmee de Surinaamse waterleidingmaatschappij sinds 2018 te kampen heeft, wordt niet opgelost zonder investering. Directeur Clifton Linga maakte dit duidelijk tijdens een gisteren gehouden persconferentie. De SWM-directeur gaf aan dat het bedrijf investeringen nodig heeft om de zoveel problemen die zich in Paramaribo, Wanica en Para voordoen qua extreem lage waterdruk op te lossen. Nog een reden voor de extreme lage waterdruk is dat de SWM steeds meer mensen op het waternet moest installeren. Zoals er is opgenomen in die presentatie, is er een planning gemaakt dat wanneer de middelen er zijn, we hebben het uitgesmeerd over iets van 12 maanden, dat we de problemen compleet kunnen oplossen. Bepaalde van de zaken lopen dan simultaan met elkaar. En het zijn de middelen die nodig zijn, de pompen, het vervangen van delen van onze netwerk, om de mensen van drinkwater te voorzien. U heeft ook gesproken over gebieden die langer dan 25 jaar die kampen met lage waterdrukken. Natuurlijk is er een demand en we zijn nog niet waar we moeten zijn. We praten over een dag, een daily demand van meer dan 262.000 kub water. Dat is ongeveer ietsje meer dan 11.000 kub per uur en we liggen nog steeds bij 5.000 zoveel kub. En dat is investeringen die gepleegd moeten worden. Zodra die investeringen dus worden gepleegd, krijgen de mensen volop water. Linga gaf aan dat er een achterstand is in het aansluiten van nieuwe klanten. Voor 2024 heeft de SWM nog ruim 3300 personen aan te sluiten op het net. Als ik het goed heb, denk ik dat we per week dichtbij of boven de 60 aansluitingen maken. En naarmate de tijd vordert en dat verschil dat we moeten neertellen minder wordt, gaan we dan meer aansluitingen maken. Want als u kijkt naar die presentatie, gaat u zien dat het verschil van 2024 nul is. Omdat de klant gewoon marktconform betaalt voor die aansluiting. Maar eerder hebben ze betaald en je hebt die materialen niet kunnen kopen toen. Dan moet je dan meer neertellen om die aansluitingen te maken. En we lopen het in. We geloven dat in 2024 we het behoorlijk gaan inlopen. Onze target is om alles in te lopen. Maar al lopen we niet alles in, het gaat niet meer zoveel meer zijn. Voor het oplossen van alle projecten van de SWM is er bijkans 300 miljoen Amerikaanse dollar nodig.